Onze tweede spreker, Mark. Mark Le Bouille. Mark Le Bouille is van Replace Direct. En Replace Direct is ook een van de founders van dit prachtige evenement. En Mark gaat het hebben over extreme customer centricity. En gaat jou vragen, maar ook vertellen en laten inzien of jouw merk of bedrijf daar wel helemaal voor klaar is. En dan gaat het volgens mij ook over dinosaurussen hebben. Toch? Ja. Mag ik een enorm applaus voor Mark Le Bouille, dames en heren. Ja, dank jullie wel. Namens Mark Le Bouille, inderdaad algemeen directeur van Replace Direct. Een van de initiatiefnemers van Digital Wednesday. Ik denk dat het belangrijk is om kennis als deze met elkaar te delen. Ik ben zelf van huis uit een beta, dus dat is makkelijk als het een avond over data gaat. Dan voel je je helemaal thuis. En als beta ben ik op een gegeven moment beland in een wereld die marketing heette. En dat was niet heel bewust, dat was heel per ongeluk. Dat ging vanuit een systeem wat ze toen nog bij Libertel hadden. Waarbij ze opeens een heel duur systeem hadden gekocht van 1 miljoen. Waarbij ze data gingen voorspellen en toen niemand hadden om dat daarmee aan de slag te gaan. Dat heb ik toen gedaan en toen had ik eigenlijk binnen een week besloten dat dat hele systeem waardeloos was. Want alle modellen die eruit kwamen, die waren vrij logisch. Weet je, iemand gaat opzeggen als een telefoon stuk is of als het netwerk het niet goed doet of als ze ontevreden zijn. Daar heb je geen systeem voor nodig. Vervolgens zijn we wel met data intelligence, marketing intelligence bezig gegaan. En kwam ik er op een gegeven moment achter dat ik uit data hele interessante dingen zag. En vervolgens kwam ik dan in een wereld van marketeers en die zeiden van ja, die data zegt dat wel, maar het voelt niet goed. Ja. En dat is als beta best een shock, kan ik je zeggen. Dus inmiddels weet ik dat dat wel iets is waar je heel hard naar moet luisteren. Mijn ervaring is dat in 9 van de 10 gevallen het gewoon bullshit is, omdat ze gewoon geen hol snappen van de data. Maar dat die ene keer wel heel erg belangrijk is. En dat gaat dan heel vaak over intuïtie. En dat gaat dan ook heel vaak over klant. Nou, ik wil jullie vandaag meenemen in een wereld waar ik nu zit. Dat is e-commerce wereld. En ook een deel vanuit mijn verleden, vanuit verschillende industrieën als gaming en telecom en dat soort dingen. En wat ik daaruit opgemaakt heb. En daar heb ik een deel van mijn visie op de toekomst van e-commerce van ontwikkeld. Ja, ik ben benieuwd wat jullie daarvan vinden. Dus dadelijk vragen, meer dan welkom. En ik hoop jullie daarin te inspireren. Heel kort dan iets over Replace Direct. Ik ga niet een heel reclamepraatje houden, want daar zijn we niet voor. Wij geloven in een wereld waarin zo min mogelijk apparaten onnodig weggegooid worden. Daarom doen we er alles aan om de levensduur van apparaten te verlengen. En heel simpel doen we dat door 3 dingen. Aan de ene kant is het handel. Dat is ook de kern van waarmee we ons geld verdienen. Wij leveren onderdelen en accessoires voor elektronische apparaten. Om je gevoel te geven, zo ongeveer 650.000 onderdelen. Dus dat is echt business, een groot winkeltje. Zeg maar. We hebben ook de kennis in huis voor welke apparaten onderdelen bij die systemen zitten. En voor de rest doen we er alles aan om onze klanten zo mooi mogelijk te maken. Nou, dat is alle reclame die ik ga maken vandaag. Het gaat hierover. Inderdaad, dinosaurussen, zei Pim al. Waarom? Omdat eigenlijk als ik ga kijken, en we zijn hier allemaal een hip volkje bij elkaar en allemaal die digitale marketeers. Wij zijn toch de frontrunners die allemaal weten waar het heen gaat in deze maatschappij. Wij zijn de hippe mensen, wij snappen het en de rest van de wereld snapt het niet. En als ik kijk naar e-commerce, dan gaat het heel erg over die oude klassieke retailer. En dat is toch wel die domme dinosaurus die inmiddels uitgestorven is. En heel eerlijk, ze vallen ook om als bosjes. Dus geef ons eens ongelijk om te zeggen van nou, dit zijn de dinosaurussen. We hebben het over e-tail en dan zeggen we nou, e-tail, dat is toch veel beter dan retail. Want je hoeft niet meer uit je stoel, je kunt het vandaag bestellen, morgen is het in huis. We kunnen makkelijk 650.000 onderdelen aanbieden. Nou moet je dat eens in een fysieke winkel proberen te doen. Dat gaat gewoon niet, dan kun je veel makkelijker zoeken, je kunt het veel makkelijker vinden. Ik hoef nog niet eens alles op voorraad te hebben om het wel te kunnen verkopen. Dus er zijn heel veel voorbeelden en voordelen waarbij je kunt zeggen, nou, als e-commerce doen we het veel beter dan die klassieke retailer. Dus beste retailer, ofwel je gaat zorgen dat je dat hele e-tail gaat integreren in je winkel. Dan komen we bij hippe termen als omni-channel. Maar feitelijk zeggen we dan nog steeds hetzelfde. En wat ik je zeg, en wat Ronald eigenlijk ook al een deel gezegd heeft. Wij doen feitelijk nog steeds hetzelfde. We zijn nog steeds als e-tailers bezig
om de producten die wij geselecteerd hebben, die inkoop geregeld heeft, of die fabrikanten of weet ik het aan ons geven, om die door de strot van dat gansje te douwen, dat die lever lekker vet wordt en dat wij hem kunnen mesten en dan zelf ganzenlever kunnen eten. Dat is het business die we doen. En dit is nog steeds push in ultima forma. Weet je, wat is nu daadwerkelijk de vraag van de consument die bij een winkel binnenkomt, en of dat nu een fysieke winkel is of een e-tail winkel, wat is nu echt de intrinsieke behoefte van die klant? Is dat nu gewoon inderdaad het product kopen wat jij hem voorschotelt, of is dat iets anders? Nou, wat mij daarin getriggerd heeft, is natuurlijk de wereld die daarbuiten is. En mijn verhaal is, als we dit blijven doen, dan zijn wij die dinosaurus. Dan wordt het wachten totdat iemand anders zegt, ja, maar zag je die meteoriet niet aankomen? Want die klant is het zat om volgepropt te worden. Die heeft een behoefte, en als jij die behoefte niet gaat invullen, als jij alleen maar gaat zeggen, ja, die behoefte die die klant heeft, is niks anders dan een logistiek probleem. He? Ik moet zo goedkoop mogelijk, zo snel mogelijk dat product wat hij bestelt bij hem in huis brengen, en ik moet het ook weer vriendelijk terugnemen als hij daarom vraagt. Als dat het enige is wat je doet, nou, dan zijn er best wel partijen die gaan opstaan, die het veel beter en veel slimmer gaan doen. Nou, om je daar wel een deel gevoel bij te geven, is het heel simpel. Kijk naar de industrie. Ik zie een oud Xylem-collega hier zitten, Eddie. Kijk, Xylem was een heel succesvoor bedrijf. En is voor een deel wat is zichzelf weer opnieuw aan het uitvinden. Maar wat daar heel goed aan was, was een spelletjesportal. Want mensen wilden online spelletjes spelen. En ja, als ik die maar makkelijk kon vinden en de spelletjes die er waren, dan werden die wel gespeeld. Er was niet heel veel andere keuze. Als ik in de winkel ging bij de Free Record Shop, kwam ik ook spellen en games tegen. En die kocht ik dan wel. En dat was de vraag die er nog is. Ik ben er laatst met mijn zoontje, stond ik bij de Intertoys, en dan moest hij een Xbox spelletje kopen. Nou, hoeveel kun je nog daar bij de Intertoys krijgen? Ja, dat is gewoon teleurstellend, laat ik het eens zo zeggen. En wat je gaat zien, is uiteindelijk zeggen de spelers zeggen gewoon, ja, ik ben helemaal niet geïnteresseerd in wat jij nu toevallig op die plank hebt liggen. Maar ik ben geïnteresseerd in dat spel. En ik wil dat spelen op een moment en op de plaats waar ik dat kan doen. Dat is op mijn Xbox, dat is op mijn laptop, dat kan op elk device zijn waar ik zit. En dan zie je dus ook dat Minecraft veel groter is geworden bijvoorbeeld dan wat voor een gaming portal dan ook. Video is nog zo'n voorbeeld. Ik had hier ook net zo goed Spotify of muziek neer kunnen gaan zetten. Is ook precies hetzelfde. Ik hoef het niet meer te kopen. Ik wil gewoon wel de smaak hebben die er is. Ik wil zelf kunnen kiezen. Ik wil zelf kunnen consumeren. Ik ga zelf wel kiezen of ik daarvoor betaal en hoe ik daarvoor betaal. En ja, je mag me best verleiden. Ik weet niet hoeveel mensen gisteren al House of Cards het nieuwe seizoen hebben gekeken, maar het zijn er best wel wat. Dus het is ook niet zo dat we als marketeers niks meer kunnen. We kunnen best wel nog behoeftes creëren. Maar het is wel zo dat het niet meer zo is dat het alleen maar die film is die toevallig op een bepaald moment op televisie uitgestuurd wordt. Of de DVD die ik net gekocht heb of de CD die ik net gekocht heb. Dat is wat er nu al bij muziek en films aan de hand is. Ga ik wat verder nog naar andere industrieën, ja, taxiritjes. Ja, uiteindelijk ben ik niet zozeer op zoek naar een taxi of wat voor iets. Ik wil gewoon van A naar B en dat wil ik zo makkelijk mogelijk. Nou, dan krijg ik dit soort initiatieven. Nou, er zijn er nog 1000 die ik ook zo kan opnoemen, die jullie ook allemaal wel kennen. Maar dit is wel wat gebeurd is in die andere markten. En wat mij dan als commercieel iemand in deze industrie vraagt, van ja, als dit in al die andere industrieën aan de hand is, hoe zit het dan met ons? Hoe zit het dan met ons als retailers? Is het dan echt nog steeds zo dat die producten schuiven, dat ons businessmodel is, dat de toegevoegde waarde is? En zijn er geen andere toegevoegde waardes die wij moeten gaan leveren die veel meer en veel dichter bij die klant zitten? En ik denk dat zo is. Het is alleen nog niet gebeurd. Het is natuurlijk wat een van de interessante verhalen is. Het is de groothandel. En ik moet zeggen dat sinds ik in retail rondloop, er best wel laatdunkend gedacht wordt over groothandel. Dat zijn dozenschuivers. Die moeten het van de massa hebben, lage marges, weet ik het allemaal. Snappen niks van klanten. En ik moet zeggen, ik ben best wel wat groothandels tegengekomen.
waarbij je kan zeggen, nou, dat is inderdaad het beeld van groothandels die er zijn. Maar heel eerlijk, die groothandels zijn wel gewend aan massa's, aan lage marges. En eigenlijk het enige wat zij nog moeten oplossen is het logistieke probleem. Want zij zijn alleen nog maar gewend om het in grootverpakkingen te leveren. Maar wat als die groothandel nu in staat is om wel die ene consument te gaan bedienen? Heb ik dan niet iemand die in zijn genen al fundamenteel anders is dan de retailer? Die gewend is aan andere businessmodellen, gewend is aan andere marges, gewend is aan andere processen. En die dus ook gewoon gaat zeggen, ja, weet je, leuk dat jij een prijs 3 keer over de kop wil laten doen of 2 keer over de kop, maar ik doe het voor de helft of nog minder. Want daar kan ik ook een goede boterham van verdienen. Dan heb je nog het andere, is de opkomst van merken. Als ik ga kijken naar mijn zoontje, is een voetballer, helaas is hij een Ajax-fan, daar kan ik ook niks aan doen. Zelfs zo erg dat hij moest huilen toen Ajax de finale verloor, dus dat was, ja, apart. Maar het is wel zo dat jongetje, die wil wel dat tenuutje. En hij wil dat tenuutje hebben van zijn club, wat gepersonaliseerd is met zijn eigen naam erop. Dat hij dan aan kan doen. En als hij ze gewonnen had, had hij het nog liever gewild. En dan wil hij dat gewoon bestellen. En dan wil hij dat bestellen. En het maakt hem niet uit waar dat is. Of dat nu in een fysieke winkel is, of een e-tail winkel, of bij Ajax zelf, of ik weet niet wat. Maar hij wil die sportschoenen, hij wil dat tenuutje hebben. En dan wil hij morgen hebben. En dat is toch een beetje de behoefte die merken gaan invullen. Je ziet een G-Star of dat soort dingen. Dat zag je in de winkels natuurlijk ook al, dat daar opeens brandmanagers van merken kwamen. Maar in de online wereld is dat nog veel sterker. Dus je ziet de opkomst van merken en de merken bepalen uiteindelijk wat er gaat gebeuren. En hoeveel invloed heb je dan nog als e-tailer op dit verhaal? Dus dit is een opkomst wat gewoon gaande is. Nou, dit soort platformen hoef ik jullie ook niet uit te leggen. Ik weet niet of er mensen in de e-tail zitten. En of er ook al mensen zijn die ervaring hebben met het aanbieden van producten op platformen. Nou, in Duitsland kun je er al niet meer omheen. Hè? Ik bedoel, op Amazon, ja, dat dacht ik. Maar als je dan gaat kijken, in Duitsland moet je al haast. Hè? Want elke Duitse zoektocht begint langzamerhand op Amazon. En als je daar niet aanwezig bent, ja, dan vertrouwen ze het al niet helemaal. Maar probeer daar maar eens winstgevend bezig te zijn. A, moet je best wel een behoorlijke marge betalen om daar aanwezig te kunnen zijn. En B, iedereen heeft inmiddels al van die automatic pricing systemen, waardoor die prijs binnen no time tot op de bodem zit. Dus een echt rendabele business op alleen maar op platformen, dat gaat niet gebeuren. Dat zijn inderdaad de Zalando's en de Bol's en de Amazons van deze wereld die dan vrolijk zijn. Die gaan geld verdienen. Maar de vraag is, hoeveel hou je daar als retailer voor op? Voor ons als Replace Direct in de after sales markt zitten daar nog wat andere uitdagingen in. Want heel veel van de producten die we kopen, ja, daar is de productinformatie nog niet eens correct. Het is niet voor niks dat ook bol.com weer laatst op de vingers getikt is, omdat er aanbieders zijn die nep product aan het verkopen is en dat ze daar geen controle over hebben. Dus dat is dan nog een voordeel wat we hebben. Maar het is wel een business waarbij je zegt, het is niet rendabel. Maar voor wie is het nu eigenlijk niet rendabel? Want voor die grote bedrijven, voor de echte retailers, is het niet rendabel. Maar als ik nu toch gewoon een slim handelaartje ben, en er zijn er genoeg hier in Nederland die zeggen, ja, ik ga zelf wel in China een partijtje opkopen. Ik heb alleen mezelf en mijn zolderkamer en misschien heb ik ook nog wel een baantje erbij. Die kan natuurlijk prima leven van een hele lage marge op Amazon. Dus wat je hier gaat krijgen is dat niet alleen de groothandel rechtstreeks naar de consument gaat, want die heeft een logistieke probleem, maar eigenlijk elke willekeurige persoon, volgens mij zit je in de feestartikel of niet? Nou, dat lijkt in ieder geval op iemand die erop zat. Maar ik sprak laatst iemand die in de feestartikelen zat. En die zei ook gewoon, ja, ik koop gewoon dat soort partijtjes op. En dan zet ik ze hier makkelijk weg. Ik hoef niks aan marketing te doen, want dat doet dat bedrijf wel. Dus je hebt enorm veel concurrentie daarvan. En als winkelier of als e-tailer is dat gewoon vrij moeilijk om daar tegenop te concurreren. Dan is er ook nog iets anders in de maatschappij. Ja, dat is onze consument. Dit is de generation me. De extreme customer centricity waar we het dan over hebben. Het gaat niet meer om het product, Hillary. Het gaat erom dat je zelf op die foto staat. En eigenlijk is dat ook in relatie
met alle andere dingen. Dat is ook een relatie met bedrijven waar we mee zitten. Dat is ook een relatie met retailers waar we om zitten. Ik wil die erkenning van mij als individu. Het gaat om mij. En ik wil die aandacht. En als je die niet geeft, ja, dan ben ik weg. Wil ik nog meer? Weet je, ik ben ook lui. Ik wil gemak. Waarom zou ik moeite doen? Als ik bij jou 6 klikken moet doen en bij de concurrent maar 4. Waarom zou ik die 6 klikken doen? Misschien ben ik al naar de 2e klik afgehaakt. En op het moment dat ik zeg van ja, ik probeer een website te laden en die duurt dan helaas 2 seconden. Nou, dan zijn we nog misschien vergevingsgezind, maar laat het dus 5 seconden duren. Nou, dan ben ik ook al weg. Want ik wil het nu. En als jij niet de moeite doet om het mij makkelijk te maken, ja, waarom zou ik dan zaken met je doen? Hetzelfde geldt weer over dat persoon. Ik ben een mens. En ik wil positief verrast worden. Maak me blij. Ik geef geld uit. En ik wil toch wel daar een gedeeltelijke erkenning om. Waarom is iedereen zo hyperblij over Coolblue? Dat is toch gewoon die enorme moeite die ze dan doen in klanttevredenheid. En ik ben beslist niet zo'n voorstander van het doortrekken in extremen als Coolblue of Zappos of wat dan ook. Ik denk dat dat dan heel ver gaat. En dat is mooi als je als bedrijf dat kunt permitteren. Maar als ik een ziek kind heb, dan vind ik het fijn als mijn omgeving zegt van hoe is het met hem. Maar dat hoef ik niet van een willekeurig bedrijf te horen dat ik dan een kaartje krijg. Ja, dat lijkt dan de eerste keer attent, maar de volgende keer is het gemaakt. Maar het is nog steeds wel zo dat je zegt van ja, ik heb al eens een keer ergens, het maakt niet uit waar, heb ik laten weten wie ik ben en wat mijn behoeftes zijn. En als ik de volgende keer bij je kom, hoef ik dat niet nog eens te doen. Ik hoef niet nog eens mijn gegevens in te vullen. Ik weet dat jij al een iPhone hebt, dus waarom zou ik jou vermoeien met Samsung onderdelen of dat soort zaken? Dat is een stuk erkenning. En het andere is ook, in het moment dat het misgaat, dan zijn klanten best nog wel eens bereid om de moeite te nemen om contact met je op te nemen. En op het moment dat je dan zegt van ja, ik ben een mens en ik los het voor je op, dan zijn mensen weer opeens heel erg positief verrast. Want ze snappen heus wel dat je niet alles op voorraad kan hebben. Dat 650.000 artikelen op voorraad, dat dat best lastig is. En dat er ook wel eens iets mis kan gaan. Dus je moet ook gewoon daar de menselijke kant laten zien. Dus verras ze wel. Dit is ook de zero tolerance tijd. We accepteren gewoon niet meer dat het fout gaat. Als ik 1 keer een slechte ervaring heb gehad, maakt niet uit of het 5 keer van tevoren goed is geweest. Maar als je het 1 keer goed verkloot en je lost het niet op, dan is het klaar. Dan doe ik gewoon geen zaken meer met je. En waarom? Omdat er 10 anderen zijn die dat wel willen. En die dat misschien ook nog een euro goedkoper doen. En er zit ook niks meer tussen slecht en great in. Het moet gewoon goed zijn. De standaard is al hoog. En wij denken als e-tailers nog steeds dat die standaard met name hoog zit op logistiek. Maar dit is gewoon de totale customer journey, de customer experience. Daar praten we over. Dit is wat de verwachtingen zijn. Nou, wat betekent dat dan allemaal, hè? Dit is het hele verhaal. Het zijn gewoon puur maar observaties die ik doe. Ik hoop dat jullie daar een deel van herkennen. Ik hoop niet dat ik onzin loop te verkondigen. Maar wat betekent dat nou voor ons als e-tailer? Nou, het eerste wat is, en dat is een rode draad van excuus, een rode draad van vanavond. Dat is eigenlijk dat data het hart is van je bedrijf. En of dat nu productdata is of klantdata. Je moet bovenop die data zitten. Als je die data niet snapt, als je niet weet wat die betekent, ja, dan kun je het vergeten. Want dan kun je niet doen wat nodig is. Dan kun je niet die klantbehoeften invullen. Kijk, die groothandel die zit veel korter op zijn lifecycle management en zijn supply chain. Dus die weet veel beter wat de aanbodkant van de markt is dan je zelf hebt. De klant die aan de klantdatakant veel beter is, die kent die klant veel beter. Dus gaat daar veel beter in zitten. Dus die data is cruciaal. En een marketeer die niks van data snapt, ja, die is verloren. En ik zeg niet dat je zelf die data moet kunnen manipuleren. Dat is heel fijn. Ik denk dat het ook een grote toegevoegde waarde is als je dat wel kan. Maar je moet wel in ieder geval samen met een data-analyst of een business controller of wie dan ook kunnen zeggen, hey, maar dat is gek. Dat is opvallend dat ik dit zie of dat jij dit ziet. En dan samen gaan praten van wat zou dan de oorzaak kunnen zijn. Wat is de hypothese die erin zit? Kan dat waar zijn?
Dat is eigenlijk iets waarvan ik zeg, maar heel eerlijk, dat linkerkantje is nog steeds die hygiënefactor. Als je dat niet doet, dan ben je weg. De rechterkant is veel slimmer, veel belangrijker en veel slimmer uiteindelijk, want het gaat over kennis. Uiteindelijk de echte concurrerende voordeel gaat over kennis. Gaat kennis over je producten, kennis over je klant, kennis over je markt. En dat is uiteindelijk wat je als bedrijf gaat onderscheiden. Dus op het moment dat je zegt, ja, ik heb de data, maar ik doe er niks mee. Ik heb lekker allemaal geautomatiseerde systemen, hè, lekkere black boxen. Ja, dan krijg je uiteindelijk iemand anders die of een euro meer uitgeeft of hetzelfde systeem in gedaan heeft. Is even snel en even slim als jij. Maar op het moment dat jij daar kennis aan kan toevoegen, je processen kan gaan aanpassen, je aanbod kan gaan aanpassen, dan maak je wel een concurrentieel verschil. Als je dat dan doet, als dat dan doorvertaalt op de visie voor de toekomst van e-commerce. Ik denk niet dat de e-retailer in de vorm zoals die is zal blijven bestaan. Ik geloof wel in een toekomst waarbij de groothandel direct to consumer gaat. En dat dat de e-commerce wordt. En dat gaat eigenlijk over een hele operationeel excellente organisatie die zich echt specialiseert in de supply chain, daar ook zelf controle over heeft en het moet hebben van volume. Het kennen van kansen, grote partijen, een van onze grote concurrenten, 123 Inkt. Ik heb het niet graag over concurrentie, maar wat kunnen zij wel, wat wij niet doen, is gewoon grote partijen opkopen. Die dan slim wegzetten en dan kunnen ze daar goede marges op maken. Dat kan als je een beperkt assortiment hebt, als je heel erg specialiseert. Dan kun je dat prima doen en dan kun je daar een hele goede boterham mee verdienen. Dat is één van de toekomsten. De andere toekomst is juist helemaal de andere kant op. Dat gaat niet meer over business to consumer, maar dit gaat business to individual. Waarbij je aan dit soort ervaringen gaat doen. Dat betekent dat je overal toegankelijk maakt. Dan heb je het over de netwerkvraag dan. Het maakt niet meer uit waar ik die vraag heb. We hebben bijvoorbeeld bij customer service hebben we nu chat en WhatsApp toegevoegd. En sinds we dat gedaan hebben, is onze klantenservice winstgevend geworden. Waarom? Omdat de transactie gewoon in WhatsApp plaatsvindt. De transactie vindt op Facebook plaats, die vindt op de mobiel plaats. Dat vindt plaats op het moment waar die klant is. En dat maakt dan voor de rest niet meer uit. Dus je moet overal toegankelijk zijn. En dat betekent ook dat ik die reis moet kunnen snappen. Dus als ik dat begonnen ben op mijn mobiel, ja, dan moet ik dat op mijn desktop thuis kunnen gaan afmaken. En als ik dat weer in WhatsApp ga doen, dan moet ik dat ook kunnen herkennen. Dus daar moeten we klaar voor zijn. Het gaat ook over het persoonlijke. En dat persoonlijke gaat aan de ene kant heel erg over data. Aan de andere kant gaat het ook gewoon over een mens. Dus dit is wel een bedrijf waar nog steeds mensen werken. En waar ook de mens klaar moet staan om advies te verlenen. Om te chatten. Tuurlijk kun je een chatbot doen voor de basisprocessen. Wanneer wordt mijn product geleverd? Hartstikke mooi. Maar als ik nu zeg van ja, maar is dit product veilig voor mijn kinderkamer? Dan is dat wel een andere vraag. Dan wil ik dat niet vanuit een computer horen. Dan wil ik graag een mens hebben. Een Duitser bijvoorbeeld zal ook altijd eerst even bellen om te weten of je wel een mens bent. Of je wel een echt bedrijf bent, want anders doe ik geen zaken meer. Ik denk dat we misschien allemaal wel Duitsers worden. Dat is ook een heel eng toekomstbeeld. Dus het andere is ultiem gemak. Ja, dus het moet inderdaad, dat heeft te maken over de zero tolerance. En dit is een ander toekomstperspectief. Dit gaat over een data-intensief bedrijf, een kennisintensief bedrijf, een servicegericht bedrijf. En dat is eigenlijk het tegengestelde van wat we net zeiden. En dat is ook mijn dilemma nu voor de toekomst. Is, ja, ik heb twee verschillende wereldbeelden voor ons. Maar wat is het nou? Wat ga ik nu doen? Ga ik het een worden of ga ik het andere worden? Bij beide is data belangrijk. En de vraag die wij hebben, of die wij ook als bedrijf hebben, is het te combineren? Ik denk dat dat heel lastig wordt, omdat de bedrijfsmodellen zo fundamenteel anders zijn. Maar ik denk wel dat je daar naartoe moet. Dus het zal voor een retailer, denk ik, dat het heel erg naar de business to one gaat. Maar dat je vooral de handelsgeest moet houden. En voor het kernassortiment of specifieke producten waarvan je zegt, ja, die wil ik echt verkopen, daar wil ik beroemd om zijn, moet je ook dat andere stuk kunnen. Dat is mijn visie op e-commerce. Dank je wel. Dankjewel, Mark. Vragen aan Mark? Of willen jullie daar nog even over nadenken?
Dat mag ook. We kregen namelijk wel een vraag van Lianne Kuster. Zij is thuis aan het kijken via openwebcast.nl. De camera's die de mannen achterin bedienen. Daar was je goed op te zien ook, Mark. En ik denk dat een gedeelte wel al beantwoord is. Maar ik ga het toch vragen voor de zekerheid. En zij zegt, wat als retail nou niet voorziet in die logistieke behoefte of in die logistieke excellentie, maar meer in experience, dus echt die merkervaring. Ben je dan nog steeds een dinosaurus die het niet ziet aankomen, dat je gaat... Ja, voor een deel geef je zelf al het antwoord. Hè. Dat het gaat over merkervaring. Dus ik denk de retailer die vanuit het merk handelt. Kijk, als ik marketingmanager ben van G-Star of misschien Hema of IKEA die wel herkenbare producten hebben, dan kan dat nog steeds dat die consument daarin in zit. Ik denk, heel simpel, logistiek is iets, als je dat zelf goed kan, is het een concurrentieel voordeel. Maar dat is een concurrentieel voordeel wat uiteindelijk zeer beperkt is. Dus ik denk dat er inmiddels heel veel partners te vinden zijn die dat voor jou kunnen oplossen. Ik denk dat partners via platformen wel een dure oplossing zijn, maar logistieke providers zijn er wel degelijk. Dus ik denk dat dat juist een puzzel is die heel makkelijk te kraken is. En ik zou me helemaal niet zo druk maken over het logistieke probleem. Wat heel eng is, is dat heel veel van de investeringen van bedrijven op dit moment juist gaan in het verbeteren van het logistieke proces. En ik denk, laat dat iemand anders oplossen, want die puzzel is al 10 keer gekraakt. Investeer nu veel meer in die klantkennis en de datakennis van je producten. Daar zit veel meer toegevoegde waarde in. Oké, dankjewel. Lianne, ik hoop dat je vraag goed beantwoordt, dus dat Mark, en anders horen we het zo meteen op Twitter van je. We hadden tijdens het eten ook over data scientist, de marketeer. En toen hadden we het ook over de alpha-marketeer, de beta-marketeer. En jij was daar nog wel stellig in. En ja, we kunnen het ook vergelijken misschien wel met die dinosaurus. Wat is je boodschap voor die marketeer die meer die alpha-marketeer is? Nou, het is niet. Het is, ik mag graag afgeven op alfa's. Omdat ik dat. Ja, weet je, dat zijn wat meer gevoelsmensen. Het zijn wat intuïtiever misschien. En tegelijkertijd denk ik, daar heb ik ook groot respect voor. Want juist die intuïtie en de creativiteit, dat is iets wat toegevoegd waarde is. Eddie van Xylem die kan dingen maken en mooi maken. Dat je denkt van nou, dat is een toegevoegd waarde alleen al. Als je daarnaar kijkt, wat ik als beta nooit zou kunnen. Hè? Dus dat is meer de creativiteit in een beroep. Dus ik denk dat de beta's onder ons juist wat moeten gaan leren van de alfa's. Om te zeggen, ja oké, okay, hoe kan ik nou vanuit de science die ik heb de creativiteit van de ander gaan gebruiken om andere oplossingsmodellen te gaan doen. Ik denk dat de marketeers die van de alfa kant komen, die zijn eigenlijk wel gewend om conceptueel te denken. Alleen denken ze dat heel vaak vanuit campagnes. Hè? Wat is de boodschap die ik wil overbrengen? Wat is de doelgroep die ik ga hebben? Wat zijn de middelen die ik daarin zet? En zij moeten zich gaan realiseren dat dat hele beta-verhaal niks anders is dan ook eigenlijk een conceptueel model. En ze moeten dat niet als iets vies gaan zien. Hè, ze moeten wel snappen wat die black box precies doet. Als ik dit erin stop, wat komt er dan uit? En ga met elkaar in gesprek over de uitkomsten. Dus leer elkaars taal wel begrijpen. Daar gaat het om. Dus ik denk dat er toegevoegde waarde is. Ik denk wel dat uiteindelijk, als je als marketeer ook een meer beta-achtige achtergrond hebt, dat je uiteindelijk wel concurrentieel voordeel hebt, mits je ook de intuïtie goed blijft aanvoelen. Dankjewel. Marketeers met een beetje beta-achtergrond in de zaal? Ik kom niet naar je toe, je mag gewoon zeggen ja of nee. Ja, hiervoor, dat weten we. Dat is de man van de laatste bullet net. Maar iemand die marketeer met een wiskundige achtergrond? Niemand. Dus ik heb het idee dat hier wel werk aan de winkel is, mensen. Dat heb ik echt. En anders kan je natuurlijk, zoals Mark zegt, een collega daarvoor benaderen. En je moet het uiteindelijk wel samen doen om succesvol daarin te zijn. Vragen nog voor Mark. Geen vragen meer voor Mark. Mark Leboeij, dames en heren. Geef hem een hartelijk applaus. Ja, ga vooral je laptop installeren.